zit hier 25 jaar in Geenermuiden. Je bent begonnen volgens mij bij Novalux, of niet? Ja, dat klopt. Novalux. Dat was toen een soft franchise formule van Blokker. En daar zijn we mee gestart inderdaad. En voor een aantal jaren terug af naar de Blokker formule toe. Wat is je zo bijgebleven in die 25 jaar? Ja, we zijn inderdaad in 2002 zijn we Blokker geworden. Dat was omdat de Novalux formule toen de tijd ging stoppen. En voor Blokker was ons, dat was ons de beste keuze, om het zo te zeggen. En we hebben natuurlijk wel roerige jaren gehad met Blokker, zoals iedereen wel weet. Maar wij zijn toch nu van mening dat Blokker weer op de goede koers ligt. Ze staan bijna weer zwarte cijfers schrijven. Maar dat is dan natuurlijk landelijk. Wij hebben hier altijd op een leuke manier de kost kunnen verdienen. Daar zijn we altijd heel tevreden over geweest. En vandaar dat wij gewoon nu in Nieuw-Leusden een nieuwe winkel zijn gestart met weer heel veel potentie. Wat doet het met je om een winkel te sluiten zo aan het einde nu? Wij hebben een keuze gemaakt om in Nieuw-Leusden door te starten, zeg maar. En dat was ook vanwege de wens van Blokker om te gaan verbouwen. Wij hebben onze pijlen toen op Nieuw-Leusden gericht. En daar zijn we achteraf gezien heel blij mee. Gaat heel goed. Ook vandaag weer een hele drukke dag gehad. Maar als je dan zo'n keuze maakt, dan zitten consequenties aan. En voor Geenermuiden betekende dat wij inderdaad hier niet verder gingen en hier de winkel gingen sluiten. Toch wel gemengde gevoelens, want je hebt hier 25 jaar gezeten. Maar ik zeg altijd, iemand anders die maakt bijvoorbeeld een carrière-switch, die zegt van, ik ga eens een keer wat anders doen. Dat doe je als zelfstandig ondernemer natuurlijk niet zo heel gauw, want je bent gevestigd in een bepaalde locatie, in een bepaalde plaats. Zoals wij dat nu in Nieuw-Leusden hebben gedaan, is het ons uiteindelijk wel gelukt. En dat schijnt allemaal wel heel goed te gaan. Dus vandaar helaas voor Geenermuiden, ook wel een beetje met pijn in mijn hart. Maar ik moet toch afscheid nemen. Ja, leuk pand hier, de Blokker. Staat leeg. En nu? Dat is even afwachten nog. We zijn wel met verschillende partijen in onderhandeling, want er is best wel serieus interesse in dit pand. En dat niet alleen voor detailhandel, maar ook nog wel voor andere zaken. Goed, daar kan ik natuurlijk nog niet zoveel van zeggen. Maar wat iedereen ook zegt, de locatie is goed ten opzichte van Geenermuiden, centraal gelegen. Bereikbaarheid is goed. We zitten hier toch best wel in een leuk, druk stukje winkelcentrum. Het is alleen jammer dat in Geenermuiden het winkelgebied zo versnipperd is. Maar zo heeft iedereen zijn eigen sterke punten, zeg maar. En ik denk dat een sterk punt van ons hier in Geenermuiden op deze locatie is dat je voor de deur kunt parkeren. En dat wil iedereen tegenwoordig. Dat we dus heel goed bereikbaar zijn. En ik zou zeggen, de meeste mensen uit Geenermuiden gaan het liefst nog met de auto naar binnen. Maar het gaat, we zijn gewoon heel goed bereikbaar en dat is een heel sterk punt. Dus wie weet op korte termijn hier toch weer de tent weer gevuld? Nou, op korte termijn, dat is natuurlijk niet heel snel te realiseren. Maar het zou in principe wel kunnen. Ja. Ik denk dit jaar niet meer, maar toch richting volgend voorjaar zou die wel weer ingevuld kunnen zijn. Dat geloof ik wel, ja. Drukke dagen gaat de laatste 2-3 dagen. Was een hele leuke actie. Tassen vullen voor 15 euro is natuurlijk hartstikke mooi als je dan ziet hoe creatief mensen zijn en wat er allemaal in zo'n klein tasje past. Maar het ging ons erom van, ik wil niet een opkoper die de laatste handel ophaalt. Ik wil gewoon dat alles gewoon hier in Geenermuiden de deur uitgaat. Dus vandaar dat we dat gedaan hebben en het was een hele goede actie. Succes in Nieuw-Leusden. Dankjewel. Ja.